Hallo. Ja, eerst en vooral bedankt om te willen kijken. Ik ben Pieter, ik werk voor Bosplus als beleidsmedewerker en ik focus mij daarbij inhoudelijk vooral op tropisch bos en op de internationale context. En dus Bosplus, we zetten ons in voor meer en beter bos in Vlaanderen, maar ook wereldwijd. En dus voor die beiden is klimaat eigenlijk ja, een enorm relevant thema. Enerzijds zijn bossen ongelooflijk belangrijk voor een stabiel klimaat, zijn een van de beste klimaatoplossingen. Anderzijds vormt die klimaatontwrichting ook echt wel een bedreiging voor de gezondheid en de veerkracht van bos. En daarom nemen we dus ook dit jaar weer deel aan de COP, dus die jaarlijkse bijeenkomst van vrijwel alle landen ter wereld, om ja, samen te zitten, te bespreken, te onderhandelen en dan ook te gaan beslissen hoe dat de klimaatontwrichting eigenlijk moet worden aangepakt. En naast dan die officiële delegaties van landen die dan die beslissingen nemen, bestaat ook de mogelijkheid voor observerende organisaties, dus voor NGO's zoals wij, civiele maatschappij, academici, inheemse gemeenschappen, maar ook bijvoorbeeld bedrijven, de mogelijkheid om te observeren en ook een bericht uit te brengen van ja, wat er gebeurt. Dus voilà, ik ben hier in Sharm el-Sheikh, dus in Egypte, waar de COP dit jaar plaatsvindt, COP 27. Ik ben hier gisteren toegekomen. De COP duurt 2 weken, dus ik ga hier de volledige periode aanwezig zijn en alles opvolgen. Met een focus op bos uiteraard. En in de mate van het mogelijke probeer ik dan wel, zal ik wat bericht uitbrengen over ja, indrukken, hoe het er hier aan toe gaat en dan ook hoe dat die onderhandelingen, die gesprekken verlopen en de beslissingen die worden genomen.